Mooie cijfers voor de Nijmeegse Haringparty. Dit jaar viert het event zijn 20ste editie. En het magische bedrag van 1 miljoen euro wordt waarschijnlijk gehaald. Jaarlijks staan twee goede doelen centraal tijdens de party. Dit jaar gaat de opbrengst van de te veilen tonnetjes haring naar het Parkinson Café Nijmegen en naar de stichting Onkie Donkie. Lichtfietsen, bakfietsen, rikscha's, vouwfietsen, allerlei soorten fietsen reden donderdagavond mee tijdens de Maas Bike Parade. Deze 10 kilometer lange tour door heel Nijmegen werd gehouden in het kader van het internationale fietsevenement Velo City. Duizenden congresdeelnemers en andere fietsliefhebbers gingen luid bellend van start vanaf de wedren. De tocht eindigde op het Honigtrein. Verschillende burgemeesters en ministers uit binnen- en buitenland waren vrijdag in Arnhem bij de presentatie van een virtual reality film over Arnhem en Nijmegen. De film werd gepresenteerd in het kader van fietscongres Velo City tijdens de zogenoemde Mayor Session. Tijdens de bijeenkomst stond regio marketing centraal en de VR-film toonde de hotspots van de regio Arnhem-Nijmegen. Burgemeesters uit alle windstreken waren vertegenwoordigd, van Beuningen tot Rio de Janeiro. Goed nieuws voor Lux. De crowdfunding voor 45 nieuwe bioscoopstoelen loopt voorspoedig. In de ruimte waar boekhandel Roeland zat, wordt een kleine filmzaal met twee workshopruimtes gebouwd en daarvoor zijn de stoelen nodig. En de provincie Gelderland doet ook een duit in het zakje. We zitten nu bijna op 12.000 euro, dat is superleuk, over de helft. En we hebben heel goed nieuws gekregen, want als we de 70% halen, dus 14.000, dan steunt de provincie ons en dan vult die het laatste bedrag aan. Dus we hebben eigenlijk nog ongeveer 2.000 euro nodig. De campagne stopt op vrijdag 23 juni, dus we hebben nog een weekje de tijd.